Elton John met Candle in the Wind. Hier op Zaland 1 tijdens Airplay Sport, waar het inmiddels 10-3 is. Dat betekent dat we zoals elke week, tenminste als er gespeeld wordt, gebruikelijk gaan bellen met de trainer van de Haalmassers van Overwetering. In dit geval Jan Lentjes. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, jullie mochten weer na een aantal weken niet gisteravond weer voor competitie spelen. In dit geval gelijk tegen de koploper Lettelen. Jullie verliezen uiteindelijk met 33-21. Was dat ook een terechte afspiegeling of zeg je van het puntverschil was te groot eigenlijk? Nou, het was wel een terechte afspiegeling, als ik eerlijk mag zijn. Het is natuurlijk jammer dat het verschil dan zo groot is. Maar aan de andere kant denk ik weer van, het is een kampioenskandidaat die samen met Pacelli om... om de kampioenschapstrijd zeer zeker met het oog op het doelsaldo. En voor ons was het zaak om strijdvaardig mogelijk uit de wedstrijd te komen. Ja, want dan heb je 2 weken in principe rust gehad, tenminste qua competitie. En dan moet je inderdaad gelijk voor zo'n op zich zware wedstrijd opbouwen. Hoe heb je je voorbereid voor gisteravond? Nou ja, het was een beetje rommelig ook, omdat we van de week weer een aantal zieken in de ziekenboeg zijn gearriveerd. En waarvan de eentje toch dusdanig niet goed hersteld was. Dus het was toch wel een beetje improviseren. Ook met het feit dat de andere zieken ook niet voor 100% de strijd om konden gaan. Maar voor ons was het gewoon zaak om in ieder geval een goed gevoel te krijgen. En een goed gevoel te krijgen voor de komende 3 wedstrijden die voor ons beslissend zullen zijn. Ja, want dan verlies je wel op zich ruim. Je zegt goed gevoel. Heb je wel inderdaad wel het gevoel meegenomen? Of zeg je van nou, er moet toch gewoon uit de andere feit getapt worden. Om dat goede gevoel inderdaad die komende wedstrijden mee te nemen, zeg maar. Nou, met name in de tweede helft hebben we inderdaad een heel goed gevoel overgehouden. En ik heb ook tegen de meiden gezegd van... de resultaten heb je natuurlijk niet in de hand, maar wel de prestatie die je levert. En ik vind wat dat betreft hebben we daar goed gespeeld, naar ons behoren gespeeld. En ik vind alleen maar dat een compliment waard. En als je dat dan de komende wedstrijden vanaf de eerste minuut kunt vasthouden, dan denk ik gewoon dat we het gaan redden. Ja, want jullie staan op zich nog veilig, maar het wordt wel steeds krapper en ook spannender. Want er zijn nog maar een paar wedstrijden laten gaan. Dus dat betreft er nog genoeg te doen voor jullie. Want volgende week SK, hoe verwacht je daar de kansverhoudingen in die zin? Zeg je van nou, dat is de zwaarste van de 3? Of zeg je van nou, dat is misschien wel degene waar we het meeste kans tegen zouden kunnen hebben? Nou, ik schat eigenlijk tegen alle 3 de ploegen even grote kans in. En ik denk gewoon dat het de komende 2 wedstrijden inderdaad wel cruciaal zijn. En ik denk dat daardoor voor ons de zaak is om de mentale instelling ook goed weerbaar te maken. En dan inderdaad ervan uitgaan dat we dan positief uit de strijd komen. We gaan het in ieder geval meemaken. Gisteravond helaas niet gelukt om te stunten tegen een van de titelfavorieten, inderdaad Lettelen. Maar inderdaad, de komende weken zijn de weken van de waarheid wat dat betreft voor jullie. Jan, dankjewel voor nu. Geniet nog even van deze zondag, ondanks het weer. En wij spreken je volgende week weer. Prima, graag gedaan. Ja, zoals gezegd, de komende weken is de weken van de waarheid bij de handbal. Nog een paar wedstrijden en dan is beslist wie promoveert, wie degradeert, et cetera. Maar we gaan het allemaal meemaken.